Vincent is in mei van dit jaar begonnen met het vinden van een weg om zijn opa toch die eer te bewijzen die hij vindt dat hem toekomt. Vincent Mastail is een dood eenvoudige Molukse jongen, opgegroeid in Mil, Donsel en Katwijk en Kuik. Dus een echte Brabander, een Molukse Brabander. Vincent is niet zomaar een gewone Molukker. Hij is een Kuikenaar, woonachtend in de wijk Padbroek. Met een warm hart voor de Molukse gemeenschap. En in het bijzonder voor het waarderen van wat vorige generaties hebben betekend voor de vrijheid van Nederland. Met het bewerkstelligen van een eerbetoon voor zijn opa en pleegvader die in de Tweede Wereldoorlog gevochten hebben in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, hoopt Vincent de nazaten van Molukse knilmilitairen bewust te maken waar hun roots liggen. En hoe dat het gekomen is dat ze naar Nederland zijn vertrokken. De Molukse knillers werden direct bij aankomst in Nederland gedemilitariseerd. In makkelijke taal ontslagen uit het Nederlands leger. Met de belofte om weer terug te keren naar de Molukken. Inmiddels was het niet meer in het belang van de Nederlandse regering om de belofte na te komen, wat tot veel frustratie heeft geleid. Onbegrepen en niet gewaardeerd voor hun inzet voor Nederland tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Die geschiedenis heeft Vincent levendig willen maken door postuum zijn voorouders te willen eren en anderen aan te zetten om deze waardering voor alle Molukse knilmilitairen te steunen. Dit portret gaat niet alleen over erestel, maar ook over een gewone, Kuikse, Molukse jongen met een missie. Een missie met een boodschap voor de volgende generaties. Vandaag zijn we hier bijeengekomen om een bijzonder eerbetoon te brengen aan opa Adrianus, voormalig knielmilitair. Komend uit een heel klein dorpje, Lijkemoors, gelegen op de eilandengroep, op Kleinkei, ver weg van Ambonstad en nog veel verder weg van Jakarta, deed opa dienst in het kniel. Voor mij als burgemeester van Land van Kuik is dit natuurlijk een erg bijzonder moment. Maar nog veel meer dan voor mij zal het voor u allen, als familie en vrienden van Adrianus Oyolulin, een bijzondere en gedenkwaardig moment zijn. En vanochtend schoot mij een uitspraak door het hoofd. Geschiedenis is niet zozeer of niet alleen wat er in het verleden gebeurd is, maar geschiedenis is vooral wat mensen zich herinneren. En omdat u alle hier vandaag aanwezig bent en zich op dit moment Adrianus Oyolulin herinnert, schrijven wij hier vandaag geschiedenis. Ga iemand zoeken waar jij denkt dat die capabel genoeg is om jouw ideeën te kunnen realiseren. Ik werk al een paar jaar samen met hem. En hij is altijd bescheiden. Vincent, jij hebt het allemaal... Nee, zonder jou heb ik het niet kunnen realiseren. Dat wat we hebben willen bewerkstelligen, daar zijn we al een heel eind verder in gekomen. En wat ik hoop is dat datgene wat Vincent Mastail eigenlijk beoogt, namelijk voor zijn nazaten en de nazaten van de Molukkers, een beeld te geven van wat hun roots zijn en hoe zij hier in Nederland zijn terechtgekomen. En ik moet ook zeggen dat langzamerhand in Nederland ook wel dat besef is gaan ontstaan. Hè? Wat voor een belang die mensen voor ons als Nederlanders hebben betekend in India en ook hier in Nederland. En dat we ze, als ik heel eerlijk ben en terugkijk, niet echt goed hebben behandeld. Wat je nu vandaag ziet, je ziet hoe belangrijk het is voor de familie dat hun voorouders geëerd worden voor wat ze hebben gedaan, eigenlijk voor de Nederlandse vlag en voor de toenmalige koningin. Dat zie je natuurlijk in de expressie op de gezichten, de spanning valt er vanaf. Ze hebben niet de erkenning en waardering gehad na de oorlog die ze verdiend hebben en dat is eigenlijk wat we nu goed maken. Vincent is the only foster child of Gerardus Mayella Namza en Leontien Namza Kasbi.
who have now been honored. De liefde die ze mij hebben gegeven is mij zeer dierbaar. Pleegvader Gradus Majella Namsa is mijn held, iemand van weinig woorden. Pa was een van de weinige kapbewoners die goed kon lezen en schrijven. Ik heb dossiers gezien van mensen die krijgsgevangen zijn genomen, aan de Burma Spoorweg hebben gewerkt, daar weer opnieuw geformeerd zijn in een nieuw bataljon, terug naar Indonesië, weer gevochten hebben in de Bersiap-periode. En dat is belangrijk voor de familie om te weten wat grootvader of vader heeft gedaan en ze daar toch postuum voor te eren. En dat verdienen ze, denk ik. En als ik met deze twee dingen bij de Dam in Amsterdam daar de krans mag leggen, dan doe ik dat voor iedereen. Niet voor de knillers, voor iedereen, ook voor de Nederlandse mensen, voor de witte Nederlandse, voor de Indische, voor iedereen die binding hebben toen de tijd met Nederlands-Indië. Is dat de volgende stap? Wij zijn ermee bezig. Onze voorouders mogen wij niet vergeten. Daar mogen wij trots zijn. Wat onze kinderen doen, dat is aan hun. Zijn volwassen.